Ik ben Femke Ketelaar en als ik later klaar ben met de opleiding wil ik werken als duurzaamheidsspecialist richting design. Ik doe de opleiding in- en outdoor design op de Groene Campus in Helmond. Ik ben vierdejaars student en gaandeweg tijdens de opleiding is er een duurzaamheidsspecialist bij ons komen werken, waardoor er meer duurzaamheid en cradle-to-cradle in verwerkt is. De opleiding houdt vooral in design richting de natuur en uitgaan van de natuur, dus bijvoorbeeld de materialen die er al bestaan en dan de hergebruiken of dingen op ecologische basis. Momenteel loop ik stage bij Groen for Life, het eerste duurzaamheidscentrum hier in Nederland. En hier komt een slow food restaurant. Hier achter mij zie je een plantenwand en uiteindelijk komen hier groenten in, zodat mensen wanneer ze aan het eten zijn ook kunnen zien wat ze aan het eten zijn. En daarnaast zorgen wij ervoor ondernemers, bedrijven, studenten om allemaal te verbinden en allemaal richting duurzaamheid. En we hebben een eco-art gallery. Ik heb hier vorig jaar ook stage gelopen en toen heb ik meegeholpen het pand in te richten. De muren zijn allemaal ecoverf. Ik heb gezorgd aan de vloeren. We hebben een tapijt, dat is cradle to cradle. Dat kan gewoon daar terug naar de fabriek en dan wordt weer helemaal hergebruikt. Niks gaat verloren. Ik heb ook een bar hier ontworpen, ook weer van afval, van pallets. Op die manier heb ik dat hier terug laten komen. Vroeger was design eigenlijk vooral het mooi maken van dingen. Tegenwoordig gaat er ook heel veel onderzoek aan vooraf en zit er vaak veel meer achter dan mensen doorhebben, denk ik. Ik vind het interessant om met duurzaamheid en design bezig te zijn, omdat ik zelf ben in de natuur opgegroeid en ik denk dat heel veel mensen niet beseffen hoe belangrijk de natuur voor ons is. Ik zou graag iets ontwerpen waarmee ik mensen bewust kan krijgen hoe belangrijk de natuur is en hoe belangrijk het is om grondstoffen te hergebruiken. Ik ben van plan de aquaponics te restylen, zodat het wat toegankelijker is voor de gewone mens en eventueel in huis toepasbaar is. Een aquaponics systeem is een systeem waarin vissen de planten versterken om te groeien. Als designer ben ik vooral bezig met de vormen, hoe iets eruit ziet, de kleuren, het exterieur van iets. En ik hou van inderdaad vormen uit de natuur, bijvoorbeeld heel veel rond en organische vormen en dergelijke. Dus daar wil ik het wel in terug laten komen. Ik heb eerst een andere opleiding gedaan. Ik heb uiteindelijk gekozen voor design omdat ik toch gemerkt heb dat als je ergens je passie vindt, moet je daarin gaan werken en dan zul je ook motivatie en drijfveer vinden om door te gaan.